Deze nieuwsuitzending is in de serie Weltschmerz. De idee hierachter is eigenlijk tweeledig. Aan de ene kant gaat het over dingen die mij aan het hart gaan. Je kan zeggen wereldsmart. Het geeft mij pijn aan mijn hart. Aan de andere kant is weltschmerz een herhaling van alles wat ik ooit wel een keer eerder heb gedaan. Maar dat was in de periode dat ik nog zwaar dronk en behoorlijk aan de wiet zat. Dusdanig dat het mensen die mij kenden opviel en ook de moeite namen om dat soms dan, niet allemaal hoor. Sommigen zeiden het ook tegen mij van zeg, was jij wel nuchter? Nou, ik ben sinds een week of drie ben ik gekapt met alcohol en wiet. Toen heb ik nog een week lang doorgerookt van een pakje check wat ik nog had. Ik vond het zonde om dat weg te gooien. Dat had ik net zo goed kunnen doen hoor, maar heb ik niet gedaan. Ik heb dat leeggerookt. En dat is nu 2,5 week geleden heb ik daar de laatste uitgedraaid. En dat was het dan ook. Dus toen ook tabak eraan. Nou, koffie, daar was ik al mee gestopt. En in de afgelopen weken heb ik ook de laatste suiker uit het pak suiker geschud. Die verpakking weggegooid en ik heb geen nieuwe suiker meer gekocht. Ik heb het, ja. Kijk, dat geldt ook voor, dat geldt voor elk mens. Maar je hebt die producten die ik net noemde, zoals tabak en koffie en wiet en suiker. Die heb je niet nodig. Punt. Er zijn nog andere dingen die ik gebruik. Want je kan zeggen, je moet eigenlijk gaan richting veganisme. Maar nou, alles op zijn tijd. Ja, maar dan kan je toch vegetariër alvast beginnen? Ja, alles op zijn tijd. En vegetariër, dat zal ik niet worden, denk ik. Als ik dan toch rein ga eten, dan word ik veganist. Maar ik zou zo 1, 2, 3 niet weten hoe ik in Arnhem dan aan mijn voedingswaarde moet komen. Voedingswaarden. Met al die plastic verpakte rotzooi uit de supermarkt. Ja. Voorlopig. Ja, ik heb wel een leuke oplossing voor hoor. Maar ik koop gewoon de allergoedkoopste spullen die er zijn. Ik was gisteren bij de Albert Heijn. En ik keek nog even goed. Ik denk, ik geloof mijn eigen ogen niet. 4 hamburgers voor 2 euro. Verse dan, hè? Die zijn, waren best, ja, die zijn aardig gekruid. Ik heb er vandaag 2 weggekaand. Dat is 1 euro, man. Ja, kortom, verre van vegetarisch, laat staan veganist. Alles op zijn tijd. Hè. Nou, dat stoppen met die middelen. Dat maakt mij rustiger. Mijn stem klinkt beter. Dus kan ik die oude onderwerpen gewoon lekker nog een keer gaan doen. Maar dan met een nuchtere stem en een nuchter hoofd. Het onderwerp wat ik vandaag oppak is de katholieke kerk. Zucht. Ja, ik weet niet hoe bekend jullie met dat fenomeen zijn. Er zijn nogal wat mensen die denken dat het hier gaat om een stroming binnen het christendom. Dat is niet waar. De katholieke kerk is niet christelijk.
De katholieke kerk heeft een leider. Het heeft een hiërarchische organisatie, punt 1. En dat hele gedoe met een paus aan het hoofd. Maar die paus heeft op zich niet veel macht. Maar die stuurt dus een grote organisatie aan. En er zitten kardinalen en aartsbisschoppen en bisschoppen. En dat hele gebeuren, dat wordt in het Engels ook wel genoemd the papacy. En wij zeggen dan het pausdom. Dus alles wat te maken heeft met het omhoog brengen van iemand. En die wordt genoemd de plaatsvervanger, de vertegenwoordiger van Jezus Christus op deze aarde. In de 19e eeuw is er een paus geweest en die heette Pius, nummer 9. Dus Pius de 9e. Hij werd liefkozend door het volk genoemd Pio Nono. Dat was weinig liefdevol dat ze dat verzonnen hadden. En die man die heeft zichzelf en al zijn opvolgers benoemd tot onfeilbaar. Onfeilbaar in het handelen en in het woord natuurlijk. Dat geheel, dat noemt de Bijbel de antichrist. Het is de synagoge van Satan. Ik ken iemand, een hele aardige jongen, by the way. Kan verschrikkelijk goed schaken tot mijn... Ja, ik moet zeggen, mijn verdriet eigenlijk. Punt 1, hij is een stuk jonger dan ik. Dan zit hij mij een beetje van het bord af te meppen. Maar ja, ik drink nou niet meer, dus ik ga ook niet meer naar de kroeg. Ik zou niet weten wat ik daar moet zoeken. En die kroeg waar ik kom, daar zit iedereen te, ja, ook nog te roken. Ja, maar er is er een rookverbod. Ja. Ik ga niet zeggen welke kroegen, die kunnen er nog scheid mee krijgen ook. Dus als je wil weten welke kroeg het is, nou het is, ik kom dus niet meer in die kroeg. Oh ja, dus, ik moet een kroeg hebben waar Perry niet meer komt en Perry komt in geen enkele kroeg meer, dus... Ja, wat weet ik dan eigenlijk? Nee, nou, je weet precies de waarheid. Ik kom er niet meer. Oh, maar je bent er dus wel een keer geweest. Nou, ik kan het me niet herinneren. Of ik was te dronken. Maar die jongen, die was satanist. Ah, wel leuk. Hij wel... Ik weet niet hoe we erop kwamen, maar dan zei ik dus ronduit, ja, ik ben christen. Ik ben een christen. Vanaf mijn 12e. Gewoon in mijn eentje. Ik ben nog wel een tijdje naar de kerk gegaan, maar daar ging ik naartoe voor die mensen. En wel ging ik nou met echt het eigen plezier, voor mijn eigen nut, dinsdagavond naar het Bijbel lezen. Dat was nog heel goed doen. Dan moest ik met de bus 65 vanaf de Van der Hooplaan naar het Amstelstation. En daar tram 2 of zo. En dan ergens in zo'n drukke straat uitstappen. Ja, dat vond ik erg leuk. Daar leerde ik ook wat van. Super tof. Want toen ben ik verhuisd naar Groningen. En, hoe was ik? 16, toch? Ja. Verhuisd naar Groningen. En toen zeiden die mensen van die kerk nog van... ga je daar dan ook naar de Pinkstergemeente? Toen zei ik, ja, oh, misschien. En dat heb ik niet gedaan. Ik was het eerlijk gezegd ook niet van plan, hoor.
Ik ben wel blijven bidden. En de laatste tijd doe ik het ook weer. Soms sla ik een nachtje over, want dan doe ik voor het slapen gaan. En, gewoon een kort gebed met... Ja. Nou, het gaat niemand trouwens een reet aan wat ik bid. Gedenk Matthäus 6. Als gij bidt, doe dat dan. Voor je eigen, in een kamer met de gordijnen dicht. Zeker niet het overstaan van Jan en Alleman. Een gebed, dat is een ding tussen jou en de Heere. De Heere Jezus eigenlijk, moet je zeggen. Het geeft me altijd een goed gevoel. Ik kan 's morgens ook merken van, oh, gisteravond was echt een fijn gebed. En dan werkt het ook. Dat is erg bijzonder. Je krijgt een soort van power. Enkel door het gebed. Het is zo'n liedje van die homozanger. Weet je ook alweer? Zo'n tijdje terug. Hij is een reetridder vriendje geweest van Paul Rutger. En Paul Rutger, dat was de regisseur van het Wagenings Gezelschap. Daar werd toneel gespeeld. Ik kan hem vinden hoor. Als ik zeg Jezus redt. Enkel. Oh ja, staat hij al. Robert Long. Heet hij. Jezus redt, Jezus redt. Enkel door het gebed. Nou, Robert Long, die reetridder, die weet niet dat hij daarmee de waarheid zong. Dat rijmt. De reetridder Robert Long wist niet dat hij met zijn lied de waarheid zong. Kijk, zo rijmt het ook nog. Terug naar de katholieke kerk. Die staat voor de antichrist. En dat zeg ik. En dat zegt met mij zo'n beetje iedereen die de inhoud kent van de Bijbel. Heel veel mensen weten niets meer van de Bijbel. Van ja, nou, er krijgt altijd iedereen krijgt daar ruzie over. En nou, en ik vind het dus een stom boek. En wat erin staat, dat hoef ik niet te kennen. Want ja, kijk, het is de, ja, net als ja, de bepaalde dingen. Het is een gerecht en dat heb ik dan nooit gegeten. Maar ja, dat vind ik dan zo'n stomme naam hebben. Zoals bijvoorbeeld de charcuterie. En denk ik, wat is dit dan van charcut? Dat is dus zwaarkut. Dus ik eet geen zwaarkut. Dat ga ik niet, charcuterie. Nee, dat eet ik niet. Want dat klinkt niet. Dus dat heb ik nooit op. Ik dacht, zwaarkut, nou, dat hoef ik niet te eten. Nou, je weet waarschijnlijk wel dat charcuterie, dat is een vleesschotel. Krijg je lekkere stukjes worst en een plakje zus, zit een augurkje bij en een uitje. Zo. Mijn dochter die heeft dat een keer besteld in Duitsland, een charcuterie. Dat was erg lekker, vijs ei. Yummy, yummy. Veel mensen weten helemaal niets van de Bijbel. En hebben er wel een oordeel over. Dat vind ik erg dom van de mensen. Zeg dan gewoon dat je er gewoon geen reet verstand van hebt. En dat je nog nooit de aandrang hebt gevoeld om ja, dat toch wel ja, qua boek de erfenis der mensheid. Door het enige boek wat het verhaal vertelt van Babylon. Dat je daar geen respect voor hebt, hè? Zeg dat dan gewoon tegen iedereen. Of laat een tatoeage op je voorhoofd zetten. Midombo. Als je echt mijn verstandige kant wil zien, dan moet je aan de achterkant kijken en dan iets onder mijn stuitje. Zo slim ben ik. Daar heerst mijn denkvermogen. Ja, het gaat over weltschmerzen. Ik ben dus niet boos en ik ben niet dronken en ik ben niet... Ik ben eerlijk. Ik zeg precies zoals ik erover denk. Ik vind het erg dom dat je een oordeel kan hebben over een boek zonder dat je de inhoud respecteert. Ik
Ja, Marco, die heeft er ook een enorm oordeel over. En, ja, en Numerie 31 en de la 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 la. En dan, ja, ik ben niet zo'n enorme bijbelkenner. Want, ja. Ja, voor mij is ja, Matthäus 6, Matthäus 7 en ja, Matthäus 5 nog. Je hebt 3 hoofdstukken van Matthäus. En heb je het wat mij betreft gehad, hoor. Toen was ik zwaar overtuigd. 3 hoofdstukken, man. En Jörg Liesman, ja, dat is echt zo'n bijbeltijger. Dat is ook iemand, die was via internet mij een beetje... Ik denk, ja, zit je mij nou te dissen? Wat? Wat? En toen begon hij over Hebreeën, Hebrew op zijn Engels. Dus de brief van Huppeltje Pup aan de Hebreeën. Ik zal even, pak even mijn... Ik heb tegenwoordig, ah ja, we hebben het over de katholieke kerk, hè. Dan heb ik hier in huis. Hoppa. Heb ik een Statenvertaling. Ja, ja, sinds een dag of 3. Terwijl ik echt momenteel geen cent te makken heb. Maar dit ding was maar 14,50. En voor een Nederlandstalige Bijbel is dat geen geld. Kijk eens, hij gaat ook in één keer goed open. Kijk. Hebreeën. En dat betreft... De zendbrief van den apostel Paulus aan de Hebreeën. Dat is de originele tekst, hè? Want je hebt dus de herziene versies van de Statenvertaling. Maar die mot ik niet. Jörg Liesman weet ook... Het is precies hetzelfde, hè? Niets van dat moderne gedoe. Hier. Bijbel. Dat is de ganse heilige schrift, vervattende al de kanonieke boeken des Ouden en des Nieuwen Testaments. En dan klein in het schuinschrift. Door last van hoogmogende heren, Staten-Generaal van de Verenigde Nederlanden en volgens het besluit van de Synode Nationaal gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619 uit de oorspronkelijke talen in onze Nederlandse taal getrouwelijk overgezet. Overgezet, in het Duits heb je dat nog steeds, hè? Übersetzt, vertaald, zeggen wij dan nu. Dat is het oude Nederlands. Prachtig, man. In den beginne schiep God den hemel en de aarde. Kijk, dit boek, het in bezit hebben van dit boek, dat kostte je de kop, hoor. Als de katholieke kerk erachter kwam, jongen. Wauw. Deze versie is... Ja, geen opsmuk, helemaal niks. Wel 2 boekleggers. Dus je kan, ja, dat is wel handig als je ergens bezig bent en dan wil je verder. Dan doe je even zo'n lintje, 2 van die lintjes. Een mooie witte en een mooie zwarte, hebben ze erover nagedacht ook. Een heel handig dingetje. En dan niet van die inkepingen, dat hebben we niet nodig. Een totaal betreft het, want sommige, kijk hoor, het is dan Johannes, ja, de Evangelia die wekt wel te vinden. Dat is Matthäus, eerste, ja, Zachariah, heb je het laatste boek van het Oude Testament, dat is Maleachi. En dat is het hele Oude Testament, beslaat dik 900 pagina's. En dan gaan we doordenderen in het Nieuwe Testament.
Dat eindigt dan in totale. Want deze nummer door, mijn NBG, die begint het Nieuwe Testament opnieuw te nummeren. Dat gebeurt hier niet. En in totaal hebben we dan... De hamvraag is, weten jullie wat het laatste boek is van het Nieuwe Testament? Ja, dat is Openbaring. Of course. Ja. Geweldig. En dat eindigt in totaal heb je 1225 pagina's. Prachtig vormgegeven. Ja, het is echt... Ik ben niet zo'n goede Bijbel uitleggen. Ik liep dus vast met die tekst uit Hebreeën. Hebreeën 6, vers 4 tot en met 6. Ik zal hem even aan jullie voorlezen. Het kopje is waarschuwing tegen afval. Want het is onmogelijk degenen die eens verlicht geweest zijn en de hemelse gaven gesmaakt hebben en des Heiligen Geest deelachtig geworden zijn en gesmaakt hebben het goede woord Gods en de krachten der toekomende eeuw en afvallig worden. Die, zeg ik, wederom te vernieuwen tot bekering. Als welke zichzelf den zonen Gods wederom kruisigen en openlijk te schande maken. Ja, wat staat hier nou precies? Hè? En Jurk zegt, ja, hier staat dus dat degene die verlicht, tot die verlichting zijn gekomen, dat gaat nooit meer weg. Ja, het is een mooi ding om over te discussiëren natuurlijk. Het is heel liefdevol. De Bijbel is een prachtig boek. En de katholieke kerk die heeft dit boek dus begraven, wordt het al genoemd, in het Latijn. En alleen de priesters die ze zelf opleiden, die konden het Latijn begrijpen. En die spraken dus bij de dienst een soort hocus-pocus taal. Voor het volk dan, hocus-pocus. Sterker nog, de kreet hocus-pocus, die komt van de spreuk die de priester uitspreekt. Als die begint aan de eucharistie, dus het eten van de hostie. Dan zegt hij hoc est corpus enaium of zo. Vanuit hoc est dus hocus pocus. Niemand wist wat die man nou precies zei, man. Ja, die hield dus die hostie, dat grote stuk omhoog. Hoc est corpus enaium. Even kijken of ik dat kan vinden. Misschien wordt het wel... even een beetje in de gaten houden. Misschien wordt het wel een lange uitzending. Dat is toch niet erg. Dit is niet bedoeld voor mensen met een korte aandachtspanne. Die hebben altijd Netflix nog. Heb je iedere 5 minuten weer een explosie of naakte tieten. Of tegenwoordig veel vies. Er gaan 2 mannen met allebei een baard. Die gaan elkaar lopen zoeken. Zoenen. Welk. Even kijken hoor. Spreuk. Latijn. Eucharistie. Eucharistie is dat, denk ik. Eucharistie. En dan... Eucharistie. En dan transubstantiatie. Transubstantiatie. Nee, transubstantiatie. Transubstantiatie. Ja, hocus pocus.
Hier staat het. Ook gesproken spats. Even kijken. Oh ja. Ja, nee, het is precies. Het is hoc est corpus meum. Dat is het. Dit is mijn lichaam. Ja, nou goed. Het is verbonden met Hocus Pocus pas. Hocus Pocus Pilatus pas. Dat is de katholieke kerk. Dit is een van hun sacramenten en dat heeft niets te maken met de Bijbel. Kijk, hoc est corpus meum, dat betekent dit is mijn lichaam. Het hoc is dit, est, dat is, corpus is lichaam en meum is van mij, meum. Dat is bij het laatste avondmaal uitgesproken door onze Heer, Jezus Christus. Even mijn Bijbel opzij leggen. Die ligt fijn naast mijn bed. Even de microfoon bijstaan. Je wacht maar even. De wereld gaat al snel genoeg. Ik heb het over het katholicisme en dat is echt verschrikkelijk. Het heeft zo ontzettend veel kapot gemaakt. En het komt voort uit wat wij noemen Babylon. Dat heette toen ook Babylon. Dat heet altijd al Babylon. Het was toen een stad. In wat we nu Irak noemen. Een stad-staat. Met een leger. En een priesterorde. Priesters, een leger. Belastingambtenaren. Ja, dat was het dan. Ja, en de rijke mensen. Hammurabi was de laatste heerser van Babylon. Daarnaast de boel in elkaar gesodemieterd. Hammurabi is diegene die hangende tuinen had laten aanleggen. En het verhaal ging of gaat dat het zijn vrouw was. Die had gezegd van nou, je zorgt voor een paar leuke bloemetjes. Anders ga ik niet meer voor jou op mijn rug liggen met mijn knieën uit elkaar. Ga je mijn slavenwijfjes neuken? Hey, Babylon ging helemaal kapot. Maar ze hadden die priesterorde om dan het volk woe, boe, woe, om angst aan te jagen. En dan, dat leger, dat was tevens politieagent natuurlijk. En dan de belastingambtenaar die dan langskwam. En, die wilde dan delen van. Uiteindelijk ging het zo ver dat het was toen het gebruik dat als iemand overleed, dat je dan een offer op dat graf legde. In de zin van een stuk worst of een karaf wijn of whatever. En toen gingen ze ook nog belasting heffen over dat soort offergaven aan de doden. Maar dat viel niet lekker bij het volk. En dan die aristocratie die erboven zat, ja, dat was dus Hammurabi en zijn familie. En natuurlijk wat kennissen en vrienden. Zo. Maar Hammurabi was niet te vertrouwen hoor. Die, zeg maar hetzelfde als zo'n Saddam Hussein. Die was ook niet te vertrouwen.
Ik vraag me af of Saddam Hussein wel echt is opgehangen op die 31 december. Of dat ze iemand hebben opgehangen. Want Saddam Hussein was grote vriendjes, hè? Met die man Rumsfeld, Donald Rumsfeld. En echt stout is Saddam Hussein niet geweest, naar mijn mening. Kijk, John F. Kennedy was stout, zonder meer. Die is vermoord. Door de katholieke kerk. Wist je dat? Heel zeker. Amerika is in het jaar van de onafhankelijkheid, 1776. Dat is alweer een hele tijd terug. Maar toen zijn ze, formeel gesproken, hadden de katholieken toen een voet tussen de deur. En hebben ze Amerika van binnenuit overgenomen. En Europa is in dezelfde tijd. Was het feest ook voorbij. Hoe het protestantisme, wat met Maarten Luther begon in 1540. Nee, eerder, sorry, 1511. Ja. In 1540 kwam het concilie van Trent. Er werd dus de tegenaanval ingezet tegen de reformatie. Veroorzaakt door Maarten Luther. Niet dat Maarten Luther de enige was, hoor. Je had ook nog een Tindale en een Jan Hus. Die waren dan tijden daarvoor. Ja, Tindale was juist een tijdgenoot. Nou, ik heb het er met Jurk over gehad, over hoe het nou precies zat met die jaartallen. Maar voordat Luther er was, waren er al priesters, ja, die uit de school hadden geklapt. En die bezig waren geweest om de Bijbel in een voor de mensen begrijpelijke taal over te zetten. Über zu setzen. Jan Hus bijvoorbeeld. Jan Hus, dat is Tsjechisch. Dat was een Tsjech. Hus, dat is Tsjechisch voor gans. Zo'n kwak-kwak die, ja. Hey, gak. Gak-kwak. Gak-gak. Jan Hus is op de brandstapel beland. En die heeft gezegd van ja, je kan deze gans, die kan je doden. Maar over 100 jaar komt daar een zwaan voor terug. En inderdaad, ongeveer 100 jaar later kwam Martin Luther. Het had meneer Hus dus goed voorspeld. Nou, die reformatie, veroorzaakt door Maarten Luther, wat alles te maken had met dat in de tijd van Maarten Luther de boekdrukkunst levendig was. Die was al een tijdje daarvoor al uitgevonden. Door Gutenberg. Auch ein Deutscher. Maar toen kwam Maarten Luther, toen gingen de persen draaien. Dat veroorzaakte een omwenteling, een wende. Nou, die Bijbel waar ik net uit voorlas, dus, die is gepubliceerd in 1637. Daar hebben ze dus wel even over gedaan. Hè? Dus in 1617, 1618 hebben ze de opdracht gekregen van die hoogmogende heren. En dan in 1637 was het pas klaar. Ja. En het is vertaald of overgezet uit de oorspronkelijke talen. Natuurlijk hadden ze toen wel de King James erbij. Dat neem aan dat ze die erbij hadden. Maar het is geen vertaling uit het Engels van de King James. Het is een vertaling uit de oorspronkelijke talen. En de oorspronkelijke talen van de Bijbel zijn Hebreeuws en ook iets Aramees. Dat boek, dat is het boek Daniel, dat
Dus een of andere feest is er gaande en dan verschijnt er een tekst op de muur. Die luidt, mene, mene, tekel, uparshin. Uparshin. Geteld, gewogen en te licht bevonden. Zoiets. Dat komt uit, dat is Aramees. En Hebreeuws, Genesis, alle boeken van Mozes, die staan in het Hebreeuws. Die stonden, of ja, die staan nog steeds in het Hebreeuws. Erg mooi. Op het internet kan je. Er zijn wat leraren die dan vanuit het Hebreeuws de zaken. Genesis 1, vers 1 vanuit het Hebreeuws benaderen. Dat is mooi hoor, Hebreeuws. Bevat 22 letters. 22 letters, waarom 22? Ja, eigenlijk kan je dat zelf verzinnen. Ik hoef dat niet uit te leggen. Maar als ik zeg 22, waar denk jij dan aan? Zal ik je helpen? Ja. Dan neem je 22 en dan neem je het getal van de Heer. Want God ging rusten op de zevende dag. De zesde dag was keihard werken voor God. Dan moest hij de mens scheppen. Yo, dat heb je niet zomaar gedaan hoor. Toen was dat klaar. Toen dacht God, nou is het mijn moment. Hè? En toen ging God even lekker even tukkie doen of zo. Zeven is het getal van God. Oftewel 777. En zes is het getal van de mens. Oftewel 666. Ja, maar dat is het getal van het beest. Ja. Daar heb je groot gelijk in, jongen. Maar wie is het beest? Hè? Ja, dat is de mens natuurlijk. Ja, maar ik vind meer de leeuw een beest. Ja, ja. De mens is het beest. En het getal van het beest is het getal van de mens. Zal ik hem er even bij pakken? We hebben het over de katholieke kerk, hè? Getal van het beest. Getal van het beest, Wikipedia. Openbaring 13, vers 17 tot en met 18. Dan pak je toch weer even mijn statenvertaling erbij. Ik ben zo trots op dat ik hem heb. Hè? Mijn eigen statenvertaling. Want ik was dus bij Boekhandel de Fakkel. Als je ooit een Bijbel wil, Boekhandel de Fakkel moet je steunen. Hier in Arnhem in elk geval werken er hele aardige mensen. Even bij de microfoon een beetje bijstellen. Zo ziet hij wel weer goed. Nou, het boek Openbaring is makkelijk te vinden. Zit namelijk achterin. Laatste boek van de Bijbel. En dan is het 13. En dan vers 17 en 18. Kijk, daar staat niet in. Oké, maar het staat dan toch wel. Wat is er nog een? Die kan ik wel zo dadelijk even vinden. The number of man. Maar hier staat. En dat niemand mag kopen of verkopen dan die dat merkteken heeft. Of de naam van het beest. Of het getal zijns naams. En hier is de wijsheid, dubbele punt, die het verstand heeft, rekenen het getal van het beest. Want het is een getal eens mensen. Oh, daar is het, ja.
Nou, dat is hem, dit is hem toch. Want het is een getal eens mensen. En zijn getal is 666. Dan pak ik even de King James erbij. Moet ik weer de microfoon bijstaan? Hè? Kraak, kraak. Die King James, die kan je op meerdere plekken vinden op internet. En degene die ik gebruik, die staat in de link hieronder. Samen met de Statenvertaling. En er staat hier dan in de King James. And that no man might buy or sell, save he that had the mark, or the name of the beast, or the number of his name. Here is wisdom. Let him that hath understanding count the number of the beast. Dubbele punt. For it is the number of a man. And his number is 666. Nou, hij moet echt zeggen zonder het schuinschrift. And his number 666. En 3 is 3 keer 20. Dat heb je ook nog in het Frans. Dezelfde manier om in twintigers, de twintigjes te tellen. In Frans zeggen ze ook geen 80, maar zeggen ze 80. En in het oude Engels zeggen ze dus geen 60, maar zeggen ze 3 scores. En een score is 20. Ja, heb je weer wat geleerd. En de katholieke kerk, dat is de antichrist. En dan terug naar die hostieviering. Dat slaat op het laatste avondmaal. Maar er staat helemaal niet in de Bijbel dat je dat na moet doen met stukjes brood. Dat is onzin. Christus zegt, dat is van, gedenk dit moment. Christus, om het even uit te leggen, die was het lam. In die zin dat lammeren werden geofferd. Het is al zo met Kain en Abel. Abel, dat was de veeteler. En die heeft toen een lam geofferd. En Kain, dat was de landbouwer. En die wat is jaloers op zijn broer. En toen heeft hij hem voor het gemak maar de kop ingeslagen. En dat ging waarschijnlijk. Ja, en het ook. Dat, offer, ja, het gaat om het offer en dat is een lam. Daar komt het neer. Daarom heet Christus ook het Lam Gods. En Christus heeft aangestuurd op dat offer. Dat wist hij al. Dat heeft hij ook laten doorschemeren van tevoren. Want er moest iets gebeuren. Het ging helemaal niet goed. En de vraag is of het nu veel beter gaat. Ja, met iemand zoals ik denk ik wel. Ik bedoel, ik heb de Bijbel. En God heeft mij gevonden. En ik was stom verbaasd. Mijn dochter die zei een tijd geleden tegen mij van pap, als ik 21 ben... Toen was zij 16 of zo, 17. Dus pap, als ik 21 ben, dan moet jij mij eens uitleggen hoe het kan dat jij nog zoveel weet van dingen die er gebeurd zijn. En daarmee bedoelde ze niet zozeer dat ik weet dat
de King James Bible in 1611 gepubliceerd is. En dat ze daar in 1604 mee begonnen zijn. En dat ze in 1605 heeft de katholieke kerk de opdracht gegeven aan Guy Fawkes om het Britse parlement, inclusief de Engelse koning en het hele parlementsgebouw op te blazen. Dat bedoelden ze niet. Ze bedoelden wat er gebeurd was. Dat ik nog precies wist. Ja, we waren toen op de camping in Maarsen. Met die auto. En het was een zaterdag. En we waren daar en daar. En toen zei je moeder dat. Tot en met al die andere dingen. Ik weet alles nog. Ja, en ik zeg. Dat heeft ermee te maken dat God mij gevonden heeft. Als het ware dat het... Dat hij mij openbaarde van hoe het zat met kennis. Kennis is niets meer dan herinneren. En je kan jezelf dingen herinneren die een ander weet. Die kan jij herinneren. Zover gaat dat. Ik hoop dat dat moment nog komt. Dat ik mijn dochter kan uitleggen hoe ik dat... Ja, hoe dat gekomen is, dat ik dat allemaal weet. God heeft me iets geopenbaard, zal ik maar zeggen. En kennelijk was ik dat waard. Terug naar de katholieke kerk, hè, met die viering van het laatste avondmaal. Christus wist dat hij zichzelf zou offeren. Dat was van begin af aan, werd het hem duidelijk dat dat zo was. En kon hij dat steeds beter gaan vertellen. En, nou, de dag voordat de big happening zou plaatsvinden, toen heeft hij dat laatste avondmaal gehouden. En dat brood... omhoog gehouden als het ware, uitgedeeld en gezegd, dit is mijn lichaam. En dan natuurlijk in het, ja, in de taal die toen gangbaar was. Ik neem aan dat Christus Hebreeuws sprak. Ja, maar het Nieuwe Testament is geschreven in het Grieks. Ja, dat klopt. Hetzelfde heb je nu ook, dat als jij iets wil publiceren op internet en het moet een beetje publiek gaan trekken, ja, dan zou ik het schrijven in het Engels. En wat nu Engels is, dat was destijds Grieks. En niet Latijn. Latijn was de taal van de, ja, van de mensen waar iedereen een pesthekel aan had. Van het Romeinse Rijk. En het Romeinse Rijk is een voortzetting van Babylon. En Christus heeft dus gezegd van, nou, dit is mijn lichaam. Niet zozeer dat dat brood zijn lichaam was, maar dat zijn lichaam niets meer was dan dat brood. Want hij zegt, dit is mijn lichaam. Dit is het uitspreken van een identiteit, noem je dat. Dus, ik heb ook filosofie en logica en taalfilosofie gedaan. Dus is een identiteitsbewering. De hoogste berg van de Himalaya is de, hoe heet dat ding? Ja? De beste schaker ter wereld die nooit wereldkampioen is geworden is Paul Morphy. Nou, dan kan je ook zeggen, Paul Morphy is... Dat kan je omdraaien. Paul Morphy is dat en dat is Paul Morphy. Dat is één en hetzelfde. Het is een identiteit, heet dat. Het gelijkstellen van twee dingen. Dus dat brood was het lichaam van Christus en het lichaam van Christus was dat brood. Op dat moment. En waarom zei Christus dat? Daar gaan we doen. Dat ga ik nu niet uitleggen, want ja, ik voel het intuïtief aan en voor mij is dat genoeg.
En om zoiets elke maand, dat doen ze bijna, dan gaan ze dat vieren. Dat is overdreven gedoe. En dan helemaal, als je dat gaat doen met zo'n volgens reglementen gebakken koekje. En dan ook nog zeggen dat er sprake is van transsubstantiatie. Dat betekent dat de substantie, de substantie, dat is een begrip van Aristoteles. Die is ermee gekomen dat een object, wat ook zoveel kan zijn als een giraf of een leeuw of zo. Een schoonmoeder met een pesttumeur. Dat, dat zijn uiterlijkheden. En dat wat eronder zit, dat is de sub. Vanuit het woord sub. Substantie. Het onderstaande. En de uiterlijkheden kunnen niet veranderen, maar de substantie wel. Zo hebben ze dus de transsubstantiatie verzonnen. Gegoochel met woorden en meer niet. Het snijdt geen hout, het is heidendom. Het is Babylon. Hetzelfde geldt voor de Maria-verering. Staat niet in de Bijbel. De katholieken die hebben een gebed en het heet Wees gegroet Maria. En het gaat als volgt. Wees gegroet Maria, moeder van God. Gezegend zijt gij onder de vrouwen. Gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Bid voor ons zondaars, nu en tot in het uur van onze dood. Amen. Dat staat niet in de Bijbel. Dit hebben die katholieken erbij verzonnen. Heilige Maria, moeder van God. Gezegend zijt gij onder de vrouwen. Dat is moedervereering. Vrouwenverering. En ga nou niet denken dat het leuk is voor vrouwen om op die manier vereerd te worden. Want zoals ze vereerd worden in het woord, zo worden ze vernederd in de realiteit. Ja, voel deze maar even lekker door. Hè? Want een vrouwelijke paus zal je voorlopig niet krijgen, mijn beste vrouw. Ze schaffen nog liever het hele pausdom af, dan dat ze een vrouw tot paus zullen maken. En als je een vrouwelijke paus zou krijgen, dan is dat een lesbienne met een vagina van staal met prikkeldraad. En borsten als rocket-propelled grenades. Zoiets als de die film van Gene Roddenberry, die serie van Gene Roddenberry. Ongelooflijk katholiek is dat, hè? En daar heb je de borg, een we will assimilate. En het hoofd van de borg is een vrouw. Ja, dat ik het even weet. De katholieke kerk, dat is geen vriendje van jou. Ik zit nu al op 54 minuten. Ik zei al, dit wordt een lange. Dus ik denk dat ik dit noem Weltschmerz, een katholieke kerk, deel 1. Geef mij mooi de gelegenheid om een pot thee te gaan zetten. Jeetje, wat drink ik een hoop thee, zo. En heel gemeen voor die theefabrieken. Ik maak dus wel 2 tot 3 potten thee. Met 1 theezakje. Ja,
daar heeft die afdeling marketing van... waar komt die thee vandaan? Ik koop dat Albert Heijn thuismerk, of huismerk. Albert Heijn Basic English. Ja, die afdeling marketing die mag een behoorlijke tik op de vingers krijgen. Als mensen als Perry Winkel eventjes 3 potten thee maken van 1 theezakje. Ja, maar zo zijn we niet getrouwd. Het is al zo belachelijk goedkoop dat je voor 72 cent 20 theezakjes krijgt. Maar dan gaat Perry dan eventjes 60 potten thee van zetten. Dus dan is 72 gedeeld door 20. Dat lijkt mij toch iets van, zullen we zeggen, 70 voor 20. Dat is dan 3,5 cent per zakje. En dat dan, dus dat is 1 cent voor ruim een liter thee. Ja, maar stoute afdeling marketing. Foei. Nee, ik ben een beetje aan het afronden. Want ik kan nu geen nieuw onderwerp meer aansnijden. Nee, ik zit nou tegen het uur. Weet je wat? Ik rond hem deze manier lekker af. Als je door wil kijken. Die nummer 2 staat er waarschijnlijk direct onder. Met suggested further reading. Listening. Het ook is een mooie foto. En al die foto's trouwens heb ik zelf gemaakt. Er zitten juweeltjes bij hoor. Ik zat er zelf nog van te kijken. En ik denk, wauw Perry. Maar dat heb je even mooi gefotografie dingest. En er niks aan gedaan hè. Niks aan nabewerkt. Soms is er een heel klein beetje uit de horizon of zo. Maar meestal zijn ze kaarsrecht hoor. Of die idee van kaarsrecht. Dat kan ook nog. Hè? Ze hebben altijd iets van perspectief. Goede kleurenverhoudingen. Dat laat Arnhem zien van zijn mooiste kant. Vind ik dan. Hè? Ik hou van mooie dingen. En mooie kleuren. En heldere beelden. En ik haat de katholieke kerk. Ik haat de manier van denken. Ik haat dat wat ze veroorzaken. Het is de synagoge van Satan. Nou, jongens. Trek je er niks van wat er dan? Koop je eigen statenvertaling. Ja, ja en je kan die herziene kopen met de nieuwe westige Nederlands. Maar die oude, die dus hier bij de fakkel gedumpt worden, want kennelijk wil geen hond ze meer hebben. En dat scheelt je toch wel even hoor. Want dit boekje, ik heb nou zo'n kleine versie, als ik die in de herziene had gekocht, misschien 30 euro, 32 euro. Maar nu is het 14,50, dus... En hier in Arnhem, ja, daar zijn ze bijna op. Maar de fakkel heeft vestigingen door heel Nederland. Je kan er altijd eentje op laten sturen. En nogmaals, er werken hele vriendelijke mensen. Het is een mooie, opgeruimde winkel. Waarin bediend wordt door mensen met een opgeruimde geest. Een mooi schoongemaakte winkel. Waarin gewerkt wordt door mensen. Met een schone geest. Helemaal fris. En op zijn hamburgers zeg ik vol van liefde. En vol van respect. Tegen jullie, mijn broeders en mijn zusters. Tjus. En dag schattenbaten.